Goedemiddag. Het Amerikaanse parlement wil dat Donald Trump vervolgd wordt voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool 2 jaar geleden. We hebben dit jaar opvallend minder gas en elektriciteit verbruikt. En de Argentijnse nationale voetbalploeg is weer in eigen land met de wereldbeker. Welkom, God is thuis. Lionel Messi en de rest van de Argentijnse voetbalploeg is aangekomen in Buenos Aires. Afgelopen zondag won Argentinië de wereldbeker na een zinderende finale tegen Frankrijk. Het was midden in de nacht toen het vliegtuig wielen aan de grond zette, maar dat deerde de fans niet. Slapen doen de Argentijnen later wel. Een massa mensen stond de nationale ploeg op te wachten. Het wordt een korte nacht voor de Argentijnse voetballers. Ze slapen nu een paar uur op het hoofdkantoor van de Argentijnse Voetbalbond. Later vandaag trekken ze door de straten van de hoofdstad om de wereldbeker te tonen aan het volk. En dat is eigenlijk wat ze hier ook aan het doen zijn. Meer daarover later in dit journaal. Eerst het andere nieuws. En dat beginnen we in de Verenigde Staten. Daar heeft de parlementaire onderzoekscommissie, die de bestorming van het Capitool 2 jaar geleden heeft onderzocht, het advies gegeven om Donald Trump te vervolgen. Hij is volgens de commissie onder meer verantwoordelijk voor een samenzwering tegen de VS. Het is de Amerikaanse minister van Justitie die nu moet beslissen of het echt tot een rechtszaak komt. 7 Democraten en 2 Republikeinen hebben zich maandenlang in de onderzoekscommissie gebogen over de bestorming van het Capitool. Ze hebben daarvoor 1000-tal mensen gehoord en bergen documenten onderzocht. In hun finale stemming en hun rapport zijn ze unaniem. The committee believes that more than sufficient evidence exists for a criminal referral of former President Trump for assisting or aiding and comforting those at the Capitol who engaged in a violent attack on the United States. The committee has developed significant evidence that President Trump intended to disrupt the peaceful transition of power under our Constitution. Het rapport formuleert 4 aanklachten: samenzwering tegen de staat, samenzwering met het oog om valse informatie te verspreiden, het belemmeren van een beëdiging in het congres toen op die 6e januari en het deelnemen of aanzetten tot opstand. Thank you all for your questions. Het is uiteindelijk deze man die moet beslissen of Trump vervolgd wordt, minister van Justitie Garland. Het advies van de commissie is vooral symbolisch. Garland is zelf bezig met een onderzoek. Maar de vicevoorzitter van de commissie is alvast vernietigend over Trump. No man who would behave that way at that moment in time can ever serve in any position of authority in our nation again. He is unfit for any office. De oud-president zelf laat via zijn eigen sociaal medianetwerk weten dat de onderzoekscommissie vooral wil verhinderen dat hij meedoet aan de presidentsverkiezingen van 2024. De commissieleden snappen niet dat als ze achter mij aankomen, mensen die van vrijheid houden zich achter mij scharen, zegt hij. Het maakt me sterker. Op de dag dat de Amerikaanse democratie bedreigd werd, kwamen 5 mensen om het leven. Tientallen anderen, vooral politieagenten, raakten gewond. De vraag is wat dat nu allemaal betekent voor Donald Trump. Hij riskeert dus een celstraf, maar het is lang niet zeker of het ook zover komt, zegt onze Amerika-correspondent Björn Soenes. De man is al heel zijn leven in rechtszaken verwikkeld en hij vindt altijd beroepsprocedures. De vraag is of hij nu de dans zal ontspringen of niet, maar het is niet zomaar denkbeeldig dat hij effectief wordt aangeklaagd, maar ook dan... Als de mensen zich dat zouden afvragen, kan hij dan nog kandidaat-president zijn? Oh jawel hoor, je kunt kandidaat-president zijn als je aangeklaagd wordt. Het woord van het jaar is bekend. Deze beelden geven al prijs in welke richting u het moet gaan zoeken. Het antwoord krijgt u straks. Eerst een ander jaaroverzicht, dat van ons energieverbruik. In 2022 hebben we in Vlaanderen opvallend minder gas en elektriciteit verbruikt in vergelijking met een jaar geleden. Voor gas gaat het om een daling van 14%, voor elektriciteit ongeveer 12%. Ja, ook op koude winterdagen.
Minder energie verbruiken, het was de belangrijkste tip om de gas- en stroomfactuur onder controle te krijgen. En dat hebben we met z'n allen gedaan, zo blijkt uit cijfers van netbeheerder Fluvius, die de gegevens van de digitale energiemeters bij Vlaamse gezinnen analyseerde. Voor aardgas gaat het over een besparing van 14%. Elke maand ligt de lijn van dit jaar duidelijk onder die van vorig jaar. En dat ligt niet aan de weersomstandigheden, want die zijn uit de cijfers gefilterd. Het gaat puur over menselijke ingrepen. Dat is ook voor ons natuurlijk een beetje koffiedik kijken, maar je kan je wel inbeelden dat heel wat mensen de thermostaat wellicht 1 à 2 graden lager hebben gezet. Evengoed zijn misschien bepaalde ruimtes in huis niet meer verwarmd of is er overgeschakeld naar andere vormen van verwarming. Ook dat is mogelijk. Dit is de grafiek voor elektriciteit voor de periode van januari tot november bij mensen zonder zonnepanelen. Ook daar ligt het verbruik elke maand een stuk lager dan vorig jaar, gemiddeld zo'n 11,5%. Bij mensen met zonnepanelen gaat het over een nog grotere daling met zelfs 13%. Ook bij stroomverbruik hebben we dus duidelijk bespaard. Dat kan heel makkelijk van sluimerverbruik tegengaan en bepaalde stekkers vaker uit de stopcontact halen. Het plaatsen van ledverlichting in huis, wat echt wel een stevig verschil kan maken. En als er elektrische verwarming in huis is, kan ook dat natuurlijk een rol spelen. Fluvius keek ook na wat er gebeurt op erg koude dagen zoals vorige week. En ook daar houden we onze inspanningen blijkbaar vol. We hebben daar 12 december uitgelicht om eens te gaan vergelijken met de koudste dagen van de voorbije 2 winters. En ook dan zien we dat er tegenover vorig jaar en 2 jaar geleden toch 15 à 20% minder verbruikt is. Wat betekent dat zelfs in zeer koude omstandigheden dat de Vlaming de inspanning volhoudt en effectief minder gas verbruikt. En er is ook nieuws over de uitbater van de kerncentrales in ons land, Engie Electrabel. Die moet 3,3 miljard euro storten in een fonds waarmee in de toekomst de kerncentrales worden ontmanteld. In dat fonds zit nu al 14,5 miljard euro en daar moet van de Commissie voor Nucleaire Voorzieningen nu nog een flink bedrag bij. Maar Engie vindt dat bedrag te hoog. Het denkt zelf eerder aan 900 miljoen euro. Engie zal nu een aangepast voorstel indienen. Als dat niet wordt goedgekeurd, dan denkt het bedrijf na over gerechtelijke stappen. En dat niet alleen. Engie op zijn beurt wil 1,3 miljard euro van de federale overheid. Volgens het bedrijf is die overheid veel te traag met de organisatie van de berging van kernafval. Engie moet daardoor extra kosten maken en wil die nu terugvorderen. In heel het land wordt nagedacht over anders en beter omspringen met energie. Een van de oplossingen daarvoor is een warmtenet. Daarbij wordt de warmte die vrijkomt bij een industrieel proces op een net gezet, zodat anderen die kunnen gebruiken. In de haven van Antwerpen is vanmorgen de eerste symbolische buis gelegd van zo'n netwerk, het warmtenetwerk Antwerpen-Noord. Nog zeker ruim 2 jaar gaan ze hiermee bezig zijn. Maar vandaag gaat dus al de eerste kilometerlange buis van de in totaal 16 kilometer aan buizen de grond in. En die verbinden een verbrandingsoven met onder meer een industriële mouterij zo'n 10 kilometer verderop. Vandaar de waterdam die je in de haven ziet, dat is eigenlijk warmte die verloren gaat. En dus wat we nu doen is die warmte in een buis stoppen. En die warmte komt via een aansluiting en een warmtewisselaar bij jou thuis binnen. En dan kan je eigenlijk de aardgasketel afzetten. Deze zogenaamde restwarmte gaat op die manier dus niet verloren en is een alternatief voor het verwarmen op fossiele brandstoffen. Een goede zaak voor het beperken van de CO2-uitstoot in Antwerpen. Dat levert de stad op dat we in eerste instantie 30.000, 35.000 ton CO2 per jaar gaan besparen. Maar op vollast, wanneer het ganse netwerk zal gebruikt worden, gaat dat oplopen tot 80.000 ton CO2 per jaar. Dit past in het Antwerpse klimaatplan 2030... waarbij ook de bewoners van zo'n 3200 sociale woningen van dit warmtenetwerk zullen kunnen profiteren. Klimaatmaatregelen, daar mag je niemand in achterlaten. En dus mensen die sociale huren, die hebben ook recht op fossielvrije warmte. Dus dat krijgen ze via dit project. Je laat niemand achter, je belevert iedereen. En zo kan iedereen helpen mee klimaatdoelstellingen te halen, zonder in dit geval dat je daar eigenlijk heel veel zelf voor moet doen. Dit zijn, men noemt dat dan bolletas, bolletjes in het Nederlands. Dit is eigenlijk, mensen slikken dat in. We hebben dit jaar een persoon tegengehouden die 2 kilo en 200 gram cocaïne in zijn lichaam had. In die vorm. De manieren om drugs te verhandelen via de luchthaven van Zaventem verleggen zich. Het gebeurt steeds minder via de klassieke bagage, maar wel, u zag het net, op of in het lichaam. Dat is moeilijker om op te sporen, maar wel extreem gevaarlijk.
En opvallend, de douane is ook bezorgd om de hoeveelheden drugs die via gewone postpakketten verstuurd worden in ons land. Scans van drugscouriers tonen het aan, cijfers ook. Op Zaventem gebeurt drugstransport steeds meer via het lichaam. Dus je ziet een mooie foto-CT-scan en eigenlijk het hele darmstelsel zit eigenlijk vol met deze boletas. Daarom moet het lichaam beter gescand kunnen worden. De federale regering voorziet €880.000. We gaan ook investeren in een bodyscan om te zien of mensen drugs hebben opgenomen in pillen, zodat we dat ook direct kunnen zien op basis van de scan. België is een doorvoerland voor synthetische drugs, vooral vanuit Nederland. Het gaat steeds vaker via postpakketten en de creativiteit in de trafiek is groot. Dit is de verpakking van een hemd. De achterkant zit vol ketamine, ter waarde van €60.000. Of een armband blijkt achter de parels drugs te bevatten. Wat is de drugs die hier is? Is crystal meth. Dit zijn geen zakjes aardappelpuree, maar wel cocaïne. En dit lijkt een schaal, maar het is pure drugs. Hier maakt men tienduizenden ecstasypillen van. Criminelen zijn niet alleen crimineel, ze zijn voornamelijk ook creatief. De rand van een lading van honderden kartonnen dozen blijkt iets dikker te zijn. En hier zien we, de zin dat opengesneden is, 5 gram cocaïne. Maar als we een honderdtal dozen hebben, dan is dat toch direct een halve kilogram cocaïne. Er wordt in ons land steeds meer synthetische drugs geproduceerd en de douane is ook bezorgd om fentanyl. Daar is geen beeld van, maar fentanyl is zo sterk dat aanraking al dodelijk kan zijn. Mijn vrees is fentanyl dat de cocaïne van de toekomst wordt. We hebben dit jaar 10 gram fentanyl ontdekt, maar het begint met te druppelen en daarna regent het. Op het proces over de aanslagen van 2016 in ons land heeft de voorzitter van het Hof van Assise de planning aangepast. En daar zijn veel advocaten van de slachtoffers niet over te spreken. Normaal zou morgen de ondervraging van de beschuldigden beginnen. Maar zij voeren ook een procedure tegen de Belgische staat omwille van de strenge veiligheidsmaatregelen voor de manier waarop ze worden overgebracht naar de rechtszaal. Door die procedure willen verschillende beschuldigden voorlopig niet praten. In afwachting van een uitspraak op dat proces in kort geding heeft het Hof de ondervragingen nu uitgesteld en is ook de rest van de planning van het proces aangepast. Ook de getuigenissen van de slachtoffers worden daarom verschoven. Zij hadden allemaal een datum gekregen in januari om te komen getuigen. Dat gaat volledig overhoop worden gegooid. Die mensen gaan op andere momenten moeten komen, wat praktisch echt niet evident is. Dus dat hebben we vandaag heel duidelijk willen maken, dat de slachtoffers niet blijvend kunnen op deze manier behandeld worden. De gevangenis van Haren, het justitiepaleis, is 3-4 kilometer, 10 minuten. Onze cliënten zijn cliënten die slachtoffer zijn, die elke dag verplaatsingen moeten maken van hun rolstoel naar hun bed, terug naar hun rolstoel. Dat zijn de transporten waar we het misschien eens over moeten hebben. In het centrum van Brussel was er vanmorgen verkeershinder door een actie van de politievakbonden. Ze hielden een optocht van het Centraal Station naar de Wetstraat. Enkele tunnels werden afgesloten, net als sommige kruispunten op de Kleine Ring. En dat allemaal uit protest tegen de federale regering. Volgens de vakbonden komt hij de afspraken niet na die begin dit jaar gemaakt zijn, onder meer over een loonsverhoging. De vakbonden kondigen nog meer acties aan. Nee, dat is niet leuk voor de mensen, maar ik denk na 22 jaar dat de politiemensen niks extra's hebben gekregen. En dat er ook een protocolakkoord afgesloten is geweest met twee ministers die getekend hebben, die op dit protocolakkoord hun handtekening hebben gezet. Dat denk ik dat ook bijzonder onaangenaam is voor de politiemensen. Ja. Ja, jullie blijven doorgaan met acties? Wij gaan zeker doorgaan met de acties. Dit is nog maar een lichte opbouw en we gaan doorgaan met de acties, dus noodzot in 2024. Veel Congolezen, Burundezen en Rwandezen in België en de experten die hebben meegewerkt met de parlementaire commissie over het koloniaal verleden reageren teleurgesteld op de mislukking van gisteren. Na 2,5 jaar van hoorzittingen liep de commissie af op een sisser. Er werd geen politieke meerderheid gevonden over een eindrapport, laat staan over aanbevelingen of excuses. Honderden getuigen en tientallen experten werkten de afgelopen jaren enthousiast mee met de commissie Koloniaal Verleden. Dat die is uitgedraaid op een fiasco vinden ze beschamend. Het signaal dat je uitzendt door te zeggen excuses kunnen voor ons niet, vind ik een kaakslag in het gezicht van heel veel van de personen die gehoord zijn. En van de mensen, de volking in Rwanda, Congo, Burundi, vind ik dat ronduit beschamend eigenlijk. En zeker wanneer je ziet dat het in andere landen wel kan. Het belangrijkste argument voor de tegenstanders van excuses is dat ze kunnen leiden tot schade-eisen en herstelbetalingen.
Dat is een stelling die keer op keer is ontkracht in de werkzaamheden van de commissie. En verschillende personen die werden gehoord hebben duidelijk gemaakt dat die link er niet is. Dat is ook mijn visie onder het internationaal recht. En het aanbieden van excuses is eigenlijk een vorm van herstel die je geeft voor historisch onrecht. Maar daar leid je geen juridische aansprakelijkheid uit af. Bij de meeste Congolezen in Congo en in de Congolese Matongi-wijk in Brussel zijn ze niet bezig met excuses. Het is zelfs even zoeken naar iemand die weet heeft van de mislukking. Moi, je pense pas que c'est grave. Dès l'instant où il y a des avancées, la Belgique a fait quelque chose au Congo. Certes, il y a eu des atrocités, mais il y a aussi quelque chose parce qu'aujourd'hui, il y a des infrastructures laissées par la colonisation et tout le reste. Maar voor vele Congolezen in de diaspora en Belgen van Congolese afkomst was het wel van belang. Zij voelen hoe het koloniaal verleden vandaag doorwerkt in het racisme dat ze ervaren. Ik denk dat de mensen die bezig zijn met de commissie en alles rond decolonisatie teleurgesteld zijn. Want ze hoopten echt wel dat de commissie een lichtpunt ging zijn. Maar we zien echt dat zoals in 1960 en zoals tijdens de Lumumba-commissie de politieke belangen van België primeren boven de belangen van de Congolezen. In de golf van Thailand hebben reddingsploegen nog een vermist bemanningslid van een gezonken Thais marineschip levend teruggevonden. De man zou zich urenlang hebben vastgeklampt aan een boei. Zondag kwam het schip tijdens een storm in de problemen, waarna het kapseisde en zonk. 75 opvarenden zijn gered, 4 vermisten zijn dood teruggevonden. De tijd om de meer dan 20 andere vermisten nog levend terug te vinden dringt. Reddingswerkers schatten dat ze daar nog zo'n 48 uur voor hebben. De voormalige Amerikaanse filmproducer Harvey Weinstein is in een tweede rechtszaak schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding. In 2020 was Weinstein voor gelijkaardige feiten al tot 23 jaar cel veroordeeld. De onthullingen die tot dat proces leidden waren de aanzet voor de MeToo-beweging. En in Duitsland is een vrouw van 97 schuldig bevonden aan hulp bij de moord op 11.000 mensen in de Tweede Wereldoorlog. Ze krijgt 2 jaar met uitstel. De vrouw was secretaresse in het concentratiekamp van Stutthof in het huidige Polen. Ze is de eerste vrouw in decennia die in Duitsland voor nazi-misdaden is veroordeeld. Tess, goedemiddag. Goedemiddag. We lieten het al even zien bij het begin van het journaal. God is thuis. Argentinië is in eigen land met de wereldbeker en het is daar een volksfeest aan het worden. Ja, dat klopt helemaal. Het is daar ook lekker warm, midden van de zomer. Dus 100.000 mensen die kwamen daar Messi waren we daar maar. Al toejuichen. Inderdaad. Het was nogthans wel midden in de nacht, lokale tijd, dat het vliegtuig van de Argentijnse ploeg toekwam in Buenos Aires, de hoofdstad. Toch stond er langs de weg dus een massa fans om er even Lionel Messi te kunnen zien. Met die wereldbeker uiteraard. Onwaarschijnlijke beelden zijn dat. En straks, deze namiddag, is er nog een parade. Dan gaan de spelers in open bus de stad rond. Iedereen kan daar trouwens mee vieren, want speciaal voor dit volksfeest heeft de regering beslist dat het vandaag een nationale feestdag is. Diep in de nacht landt het vliegtuig van de kersverse wereldkampioenen in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De brandweer zorgt voor een verkoelend onthaal en dat is welkom, want het zal nog heet worden. Dat ze in Argentinië zot zijn van Messi en de andere nationale helden mag duidelijk zijn. Eén ploeg, één land en één droom, die is dan ook uitgekomen. Uiteraard mag de aanvoerder Lionel Messi als eerste de felbegeerde beker tonen op Argentijnse bodem. En dan gaat het met een open bus, nu met 3 sterren voor 3 wereldtitels, richting het trainingscentrum van de nationale ploeg dichtbij de luchthaven. Daar zullen de spelers de nacht doorbrengen. Alleen moet er eerst nog een mensenzee getrotseerd worden. Duizenden fans wachten hun helden op. Het feest kan nu echt beginnen. Me saludo Messi, me saludo, me miro, me saludo. Ja, una locura impresionante, lo más grande que viví en mi vida hasta ahora. Y lo vamos a Messi. Vamos a Argentina y vamos. Het is wel nog even schrikken wanneer Messi en co. maar nipt een elektriciteitskabel kunnen ontwijken. Maar zelfs dan behouden de Argentijnen de glimlach. En die zal er straks alleen maar groter op worden, want de Albi Celeste trekken rond 16 uur onze tijd opnieuw met de open bus richting de Plaza de la República. Daar worden geen duizenden, maar wel miljoenen fans verwacht. De regering besliste dan ook gisteren om van 20 januari, vandaag dus, een nationale feestdag te maken.
Ja, toch benieuwd naar die beelden ook van die parade straks. Ook de Fransen die zijn weer in eigen land. Geen waanzinnig feest daar, want de Fransen die moesten tevreden zijn met zilver. Ze verloren die finale na penalties, weet u nog. Maar de spelers die kregen toch een warm onthaal in Parijs. Op de Place de la Concorde werd de nationale ploeg toegejuicht door zo'n 10.000 Franse fans. Het is misschien een pleister op de wonden. Een bescheiden applausje wanneer de spelers van Frankrijk landen in Parijs zonder wereldbeker. Dat was niet het plan, maar het is niet anders. Op Place de la Concorde wachten duizenden supporters de nationale ploeg op om hen te steunen. In afwachting zingen de fans het volkslied mee met volle overtuiging. Ils ont perdu en finale, ils ont quand même fait un parcours extraordinaire et on est là pour les supporter même dans la défaite. Important pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait et pour montrer qu'on est derrière eux malgré la défaite. Doelman en aanvoerder Lloris en bondscoach Deschamps krijgen een warm applaus. En ook Mbappé en zijn collega's komen de fans groeten. Je merkt wel dat iedereen nogal ingetogen is. De nederlaag is hiermee niet uitgewist, maar de steun zal de pijn misschien toch wel een beetje verzachten. In eigen land zitten we volop in het seizoen van de sportprijzen. En de belangrijkste prijs, die voor sportman en sportvrouw van het jaar, wordt op 6 januari uitgereikt. Vandaag heeft de jury de drie zogenoemde supergenomineerden bekendgemaakt. Drie vrouwen en mannen die nog kans maken om te winnen. Bij de mannen zijn dat wielrenners Remco Evenepoel en Wout van Aert. Evenepoel werd dit jaar wereldkampioen en hij won ook de Ronde van Spanje en Luik-Bastenaken-Luik. Wout van Aert kan al voor de derde keer winnen. Hij blonk dit jaar onder andere uit met groen in de Ronde van Frankrijk. Ze nemen het op tegen Bart Swings. Hij pakte een historische gouden medaille. Begin dit jaar was dat op de Olympische Winterspelen. Ook bij de vrouwen dan is er een wintersporter genomineerd, Luna Hendricks. Achtste op de Spelen en ze won ook zilver op het WK. Zij neemt het op tegen wielrenster Lotte Kopecky, die een geweldig seizoen had op de weg en op de piste. De derde genomineerde is Nafi Tian. Tian die won afgelopen jaar de wereldtitel en de Europese titel in de zevenkamp. Ja, wie het wordt, dat weten we dus in januari. Mm-hmm. Maar we gaan deze middag nog voor een beetje feel good naar die Argentijnen kijken. Live ook te volgen op de website. Heel fijn. En wat een weelde hebben we toch, hè? In Belgische sportland. Dankjewel, Tess. En het regent eindejaarslijsten, want ook het woord van het jaar is bekend. Het is klimaatklever. Dat is een actievoerder die zich ergens aan vastlijmt om te protesteren tegen het klimaatbeleid. Uit een lijst van 10... kreeg het woord bijna een kwart van de stemmen. Opvallend, ook in Nederland is klimaatklever woord van het jaar. En het gebeurt niet zo vaak dat het publiek in Vlaanderen en Nederland hetzelfde woord kiest. Het woord van het jaar dit jaar is klimaatklever. Ah, ja. Had u daar al van gehoord? Eerlijk gezegd, nee. Nee, niks. Ja, ik ga me voorstellen wat het is. Zo'n bietenkwiet die zijn hand aan de muren gaat vastplakken en daarvoor met tomatensoep aan het werk geweest is. Is dat? Dit is inderdaad een klimaatklever. Volgens Van Dalen een activist die zich aan een object van symbolische waarde vastplakt om de aandacht van het publiek te vestigen op de klimaatproblematiek. Het woord haalde het met bijna een kwart van de stemmen. Ik ben niet verrast omdat het weer zo'n woord is dat echt goed klinkt. Met die beginmedeklinkers midden in het woord ook die dezelfde zijn, klimaatklever. En dat soort woorden die hebben altijd heel veel kans om de verkiezing te winnen. Opvallend, klimaatklever was ook het populairste in Nederland. Wel, het is heel uitzonderlijk dat het woord in Nederland hetzelfde is als het woord in Vlaanderen. De vorige keer was in 2013 met selfie. Mensen doen dat nu, dus ja, ik denk wel dat dat kan. Schitterend woord. Ik ga dat in mijn vocabulaire inschrijven. Ja. Op twee staat concentratiecrisis. Dat we minder geconcentreerd zijn omdat we voortdurend afgeleid zijn door bijvoorbeeld smartphones. Klinkt dat bekend? Toch bij ons. Soms wel, ja. Soms wel. Ja, ik heb zelfs geen smartphone, dus niet van toepassing. En vorig jaar, toen was het woord van het jaar knaldrang.
vind bietenkwiet anders ook een mooi woord. Meteen ook het einde van dit journaal. We begonnen met de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. De parlementaire onderzoekscommissie die de bestorming van het Capitool heeft onderzocht 2 jaar geleden, vindt dat Trump schuldig is aan onder meer samenzwering en dat hij zich voor de rechter moet verantwoorden. Vanavond is Wimmer en ik zie u weer voor laat. Fijne dag. The committee has developed significant evidence that President Trump intended to disrupt the peaceful transition of power under our constitution. De vraag is of hij nu de dans zal ontspringen of niet, maar het is niet zomaar denkbeeldig dat hij effectief wordt aangeklaagd, maar ook dan, als de mensen zich dat zouden afvragen, kan hij dan nog kandidaat-president zijn? Oh jawel hoor, je kunt kandidaat-president zijn als je aangeklaagd wordt